Nou, waarom zie ik mezelf niet? Ja, daar zijn we. Even kijken. Nou, dan even zien of ik jullie nog kan lezen. Ja, ook dat is gelukt. Nou, goedenavond allen tezamen op deze woensdagavond. Waar we weer een live in elkaar gaan flansen, wil ik bijna zeggen. Kijk eens, de bloemen liggen al klaar. Mijn vingers zijn al blauw. Dus ik ben al even bezig geweest om wat bloemen te maken. Zoals ik vorige week of de week daarvoor. Nee, vorige week heb gedaan met de Fabric Stiffener. Nou, nog steeds een favoriet werkje om te doen. Ik heb een heel leuk een zakje, zeg maar, met allerlei kleuren die ik al klaar heb. Dus het is wel een beetje een verslaving volgens mij. Nou, ik klink nog steeds een beetje door mijn neus. Maar goed, volgens mij is het wel te verstaan. En ik ga vanavond ik noem het maar een mini-album. Ik weet niet hoe ik het anders moest, wat voor naam ik het moest geven. Ja, ik kom er niet af. Het blijft maar verkouden. Nou ja. Ik kan niet zeggen, ik ben echt verkouden, maar het klinkt allemaal heel vol. Dus geen idee, ik ben al 5 weken bezig. Dus, het zal vanzelf wel een keer overgaan. Ik zei dus een mini-albumpje, zo heb ik het maar genoemd, want ik heb geen idee wat ik het anders voor naam moest geven. Ik ga werken met de Traveler van Minte. Want die vond ik eigenlijk best wel heel gaaf. En ik zal hem wel snel even een beetje doorbladeren. Allerlei kaartjes uit Verwegistan. Dit zijn, wat zal het zijn? Brieven, documenten. Een blauwe achtergrond. Ik hou hem een beetje schuin, anders past hij niet in beeld. Nou, weer oude aanzichtkaarten met een oude landkaarten nog een beetje doorheen. Even kijken. Oh ja, die is toch anders. Dit is een muur. Kompas. Een landkaart. Wat is het? Krekel. En diverse tickets. Postzegeltjes. Landkaartjes. Nou, en dan heb je een mooie. Even zien, dan moet ik hem zo houden. Een luchtballon. En aan de andere kant, dan moet ik hem even draaien, dat is een treinstel. Mooie oude, chique trein. Nou, dan zit daar nog een mooie bloemenlijn achterop. En dan natuurlijk plaatjes, die je lekker uit kan knippen. En tickets, altijd leuk. En dan gaan we weer van voren af aan beginnen. En dat doen we volgens mij 3 keer. 2, 3. Ja, 3 keer. Klopt dat wel? 3 keer? Ja, toch. 3 keer 8 designs. Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk een zak met uitgestanste plaatjes. Ik had helaas laatst een zakje. Die waren een beetje scheef onder de machine gekomen, volgens mij. Want die waren helemaal scheef uitgesneden. Maar deze, die zien er wel goed uit, dus die komen straks ook nog aan bod. En het zijn dan een beetje de plaatjes die hier dus ook als knipplaatjes in zitten. Alleen hier zit natuurlijk wel iets meer in. Dit zijn er een stuk of 60, dacht ik. Ik had 60 peperduiken. Nou. En dan gebruik ik deze keer een dunner chipboard. Grijsboord, hoe je het ook maar wil noemen. En dat is die van Dutch Doobadoo.
Die is net geen millimeter dik. Die is 0,9 als ik het allemaal goed zeg. 10 vellen 0,9, ja. Ja, nee, dat gaat nu niet op met die misslagen inderdaad. Nee, helaas. Even mijn patroon erbij, dat ik het allemaal goed vertel. Van deze creatie, laat ik het zo maar even noemen, komt natuurlijk ook weer een blogbericht. Want er vroeg al iemand van, wat zijn we nodig? Nou ja, eigenlijk ben je nog niks nodig. Maar misschien zeg je straks wel, god, dat is leuk om te maken. En dan kan je dus je spulletjes pakken en hem eventueel na gaan maken. Of je kan wachten op het blogbericht. Wat dus ook altijd na de live, duurt natuurlijk een dag of wat. Maar dan komt het ook op ons blog te staan. Nou, allereerst ga ik dit grijsbord snijden. Maar ik pak dan even dat goede mesje eruit. En dan neem ik een oud mesje. En daar zet ik van die zwarte strepen op. Die doe ik er even in. En dan ga ik dit snijden op 9 centimeter. Kijk, en een oud mesje, dat doe ik dus omdat het dus dikker is als papier. Deze kant nog iets doorheen. 9 centimeter. Oh leuk, je hebt de koffertjes klaar. Nou, wel laten zien hè. 9 centimeter breed. Dan ga ik hem snijden op 15. 15. En ik ben een stukje nodig van 2 centimeter. En ik ben een stukje nodig van 5 uit mijn hoofd. Ja, 5 centimeter. Ja, wat ik nu ga maken, dat heeft me nog wel even een beetje hoofdbreken gekost. Want ik had het iets anders in mijn hoofd. En dat lukte niet. En ik wil dan altijd zelf graag dingetjes bedenken en maken. En als het dan niet lukt, dan kan ik daar al niet van slapen. En toen vanmorgen werd ik wakker. Ik denk, ja, ik denk dat ik het zomaar moet doen. Nou ja, toen heb ik vanmiddag nog even snel het prototype gemaakt. Ik denk, maar ik moet het natuurlijk vanavond wel goed hebben. Nou, ik ga deze keer aan de slag met, met kraft. Dat is dat papier met die vezeltjes erin. Meestal bruin van kleur, meestal. Er is ook wel zwart kraft, geloof ik. En daarvan ga ik een stuk snijden. Maar dan let ik even op de buigkant van het papier. Ik heb het al eerder verteld, papier zit een buigkant aan. Als je als papier gemaakt wordt, zit het vaak op een rol. En dan wordt het dus ook die kant makkelijker te buigen als deze kant op. Als je hem vasthoudt, dan zakt die makkelijker naar beneden aan die kant. En aan deze kant blijft hij dan gewoon zoals die is eigenlijk. Dus het papier buigt zo het makkelijkste. Dus dat wordt mijn boven naar beneden kant. Dus mijn papier buigt zo nu het makkelijkste. En dan ga ik hem snijden op 13 centimeter bij 27 uit mijn hoofd hier. Ik heb een spiekbriefje naast me liggen, want ik ben altijd bang dat ik het niet allemaal kan onthouden. Kijk, en dat buigt het papiertje, buigt dus nu zo om het makkelijkste. Nou, dan gaan we deze hier opplakken. Zo mooi mogelijk een beetje verdeeld. Ongeveer plus minus zo. En dat doe ik met tape of met lijm. Kijk. En ik pak er maar even een tapeje bij. Is misschien net zo handig. Zo, nou is dit maar een klein, ik noem het maar albumpje, dus het hoeft niet zo mega vast. Maar het moet wel vast.
Even kijken, dit kan ik ook wel zo doen. En dan nog een smallere. Nou, gezellig dat je nog 20 minuutjes meekijkt. En dan haal ik de beschermlaagjes eraf natuurlijk. Anders plekken we niet. Zo. Oh, een beetje later valt nog wel mee hoor. Ik doe toch ietsjes nog een stukje in het midden. Een klein stukje. Oh, die kant. Zo. Nou, deze die plakken we dan zo op het kartstok, of op het kraft. Dan nemen we het tweede deel. En dat is dat stukje van 2 centimeter bij 9. En die plaats ik dan. Nou, wat je kan doen is even zo'n liniaal er langs leggen met blokjes. Dan kan je mooi zien van, is die recht? Maar er is ook een T-square. Dat is ook een mooie. En moet ik even zien dat ik die in beeld krijg. Zo. Kijk, daar is een T-liniaal. En die kan je dan ook zo, even andersom, is beter te zien denk ik. Zo neerleggen dat die dus mooi gelijk ligt. En dan plakken we deze eronder. Ongeveer een 3-4 mm vanaf de eerste. Nou, dan het laatste stukje. Even andersom. Ik kan altijd beter met mijn duim die dingen eraf krijgen als met mijn vingers. Dus ik laat die liniaal weer mooi strak liggen. En dan kan het andere stukje daar weer onder. Ongeveer een ruimte van, ja, wat is het, 2,5 mm, 3 mm, nou iets meer. Ik zal even meten. Meten is weten. Ongeveer een halve centimeter, 4 mm. Als er maar een beetje ruimte tussen zit, dat we daar straks weer papier tussen kunnen duwen. Nou, wat ik dan heel vaak doe bij dit soort kleinere werkjes, is even met een rilpen goed langs de randjes van het grijsboord, van dat karton. Zo. Dan ga ik alle buitenste randen voorzien van dubbelzijdig tape. Zo. En dan knippen we de hoekjes eraf. En dat doen we. Je kan het ook snijden, dat kan ik ook wel even laten zien, want het is heel vaak van, dat vind ik eng, dat is helemaal niet eng, maar je moet net even weten waar je moet snijden. Je snijdt dan schuin, even zien, zo, schuin langs, of door de hoek, maar dan blijf je ongeveer een millimeter of twee, nee, millimeter of 1 moet ik zeggen, vanaf de hoek van het grijsboord af. Dus je, ja, ik vind knippen altijd makkelijker. Kijk, je knipt niet strak in de hoek, maar je blijft er ietsjes vanaf. Dus de dikte van het karton eigenlijk, blijf je uit de hoek. En dit is maar heel dun karton, dus bij deze is het niet zo'n hele grote ramp als je iets verder richting het karton gaat. Maar ja, die T-square, ik vergat hem ook. Maar ik schoot me in één keer te binnen. Oh ja, die hebben we ook nog. Laten we dat eens gebruiken.
Hij is eigenlijk super handig. Maar goed. Nou, dan gaan we deze omvouwen om het grijs boord. Goed strak tegen de rand. En dan plakken we hem vast. En dat gaat best wel makkelijk, omdat we natuurlijk die rillijn al gemaakt hebben. En dan hebben we de strook aan één kant mooi ingepakt. Zo. Nou, dan ga ik een stukje snijden van 9 bij 9. Uit mijn hoofd even spieken. Volgens mij wel. Ja, 9 bij 9. Dus 9 bij 9. En die voorzien we weer van een tapeje. Mooi langs de randjes. Dan knip ik hem ook even af, dat hij mooi strak langs de randjes komt. Zo. En dan op de basis doe ik nog een klein stukje op dat middelste deel, op die 2 centimeter. En aan de onderkant, noem ik het maar even, van het bovenste deel. Het bovenste deel is dat lange deel. En aan de bovenkant van het onderste deel. Daar doe ik dus ook een stukje tape. Dus aan het einde van de bovenste doen we een stukje. Op het middelste stukje van 2 centimeter doen we een stukje. En bovenaan het onderste deel doe ik ook een stukje. Is het soms mogelijk om een video te maken van het dubbelzijdige doosje? Nou, dat dubbelzijdige tapedoosje, dat zal deze bedoeld zijn. En nou, dan is dit een video. Zo is die. Nee, grapje. Ik denk dat je bedoelt hoe ik hem heb gemaakt. Nou ja, dat zal zeker wel kunnen. Dat is wel een dingetje voor een volgende live. Gaan we eens even doen. Ik heb net mooi rijstpapier besteld. Dus hopen dat dat volgende week binnenkomt. Want dan ga ik wel werken met rijstpapier. Dus ja, het blog is op zich wel heel duidelijk. Want er staan foto's en alles bij. Dus op zich moet dat ook kunnen. Nou, een stukje van 9 bij 9. En ik heb een... De onderkant is dus met die kleine stukjes. Die ga ik nu verstoppen onder het vierkantje van 9 bij 9. Zo. Nou, daar staat. Dan pak ik er een rillijn bij. Even spieken, deze. En dan ga ik met mijn rillijn een vouwbeen bij. Dan ga ik met die vouwbeen, ga ik even voelen waar die opening zit. Nou, hier voel ik hem. Dan ga ik duwen. En dan duw ik dat papier in die opening. En ondertussen vouw ik die onderkant omhoog. Kijk, en dan duw je dus het papier mooi tussen die openingen die we dus net tussen de grijsborddelen hebben gelaten. Nou, dan zit er nog eentje op 2 centimeter. En dan gaan we die ook weer duwen en omhoog zetten. En dan komt dus al dat papier komt dus mooi tussen die openingen. Ik moet even mijn beeld een keer opnieuw doen. Zullen jullie een klein monumentje hebben?
Er gaat hier iets. Even kijken of ik dat zo snel kan doen. Klik, klik, klik. En jullie nog weer. Ja, zijn we weer. Moest even wat wegklikken. Nou, dit is dus al een basis. Die leg ik even opzij. En dan gaan we weer snijden. En dan snijd ik een strookkraft. Even spieken. Uit mijn hoofd is die 30,5. Bij 15. Ja, dus hij wordt 15 centimeter. En dan ga ik alleen even kijken van wat is de vouwkant. Vouwt zo, vouwt hij het beste. Dus dan wordt dit mijn strook van 15 bij 30,5. Dan vouwt hij dus van links naar rechts het beste. Nou, die gaan we rillen. En dat gaan we doen op 9, op 11, op 20 en 22. En het laatste stukje is dan 8,5 centimeter. Die gaan we allemaal naar binnen vouwen. En dan hebben we een soort kokertje. En dan is de rechterkant, dus die kant, die is smaller, want deze is 9 centimeter en deze is 8,5. Nou, dan pakken we het basis er weer bij en dan hebben we de middelste, dat middelste vak, dat is dus 9 centimeter. Dat is deze basis, is ook 9 centimeter. Nou, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een tape op de basis of op je kraft, maakt niet uit. Kan ik het hier ook wel opdoen. Gaan we dubbelzijdig tape opdoen. Of lijm kan natuurlijk ook, wat je zelf maar wil. Ik vind dit brede tape altijd wel lekker handig, plakt goed. En een strookje in het midden. Nou, dan ga ik eerst die middelste strook eraf halen. En dan gaan we deze daarop plakken. Nou, ik neem dan even die vouwlijn als maat. Even spieken of alles mooi recht zit. Ja, nou, dan haal ik dan de rest van het tape eraf. Ik denk altijd wel handig als je maar één stukje in het midden vastplakt, dan kan je nog iets eventueel loshalen of wat dan ook. Nou, dat is één. Zo. Ja. Dan gaan we hier eerst designpapier op plakken. Dat is het handigste, denk ik. En dat heb ik ook. Oh, heb ik dat al zo snel gelaten? Dan doe ik dat eerst even.
Want er komen ook nog meer dingetjes in en aan en op. Maar die snij ik dan zo even. Deze is 9 centimeter. Deze is 9 centimeter. Deze natuurlijk ook. En de achterkant ook. Dus ik ben 4 stukken nodig van 9 centimeter bij 14,6. 14,5, wat je maar wil. Ik ben altijd van 14,6. Nou, ik neem deze over zo. Want dan kan ik er al 2 uithalen. Als ik hem over zo gebruik, maar 1. En bij dit patroontje maakt het eigenlijk niks uit. Dus ik neem een deel van 14,6. Bij 8,6. En dan 1 voor de binnenste kant. 1 voor de achterkant. Strookje niet wegdoen. Kunnen we zo nog weer gebruiken. Dan moet ik nog een stukje hebben. Even zien. Vind ik deze wel leuk. Nee, dat kan natuurlijk niet. Ja, kan wel. Even kijken. Deze. Even spieken hoor. Die kan. Oh, deze. Ha. Vliegt daar nou? Oh, komt die nou vandaan dan? Tubetje. wat zei ik nou? 14,5 of 14,6. Deze kunnen we ook links of rechtsom gebruiken. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dan is die weer 9,6. Of 8,6. En ook deze. Of 8,5. Wat je zelf maar leuk vindt. Die zijn we niet nodig. Maar als eerste ga ik op de achterkant een strookje dubbelzijdig tape doen. En dat gaan we doen op zo'n 2,5 centimeter. Vanaf de onderkant. En de onderkant is dan zo gezien. En daar doen we een stukje dubbelzijdig tape. Nou, dit is niet zo'n moeilijk project hoor. Het lijkt heel ingewikkeld. Maar dat valt nog wel mee. Ik heb hier een lintje nog liggen. En die plak ik dan daar overheen. Nou, nu we er toch zijn, gaan we dit ook maar even. Oh, deze vind ik trouwens ook wel leuk. Ik ga voor die. Ha. Voor deze kant. En dan plakken we deze achterop. En ik doe er nog geen gesso langs. Want ik ga er zo wat anders langs doen. Dat jullie niet denken van je vergeet dat. Nou, dit is dus de achterkant. Dan leg ik hem weer goed voor me neer. En dan heb ik nog 3 delen. En dan komt er 1 in dat middelste deel. En 1 op het linkerdeel. Zo. En 1 aan deze kant. Want die heeft ook die maat. En dan plakken we die daarop. Verbaas me over de goede uitleg. Nou, dankjewel. Ik probeer het altijd zo goed mogelijk te doen. Maar ja, het is soms best lastig. Dat ik denk van, hoe moet ik dat gaan vertellen? Hoe zal ik dat uit gaan leggen? Maar goed. We gaan gewoon rustig verder en dan komt het vanzelf. We hebben nog een paar strookjes. Dan kan je zeggen van ik gebruik deze strookjes om hier tussen te plakken. Maar ik wil ze niet. Ik wil hier een totaal andere kleur tussen doen.
dat vind ik dan weer leuk. Maar ik ga deze eerst nog even beplakken. Maar die was dus kleiner. En die was geen 9, maar die was 8,5 uit mijn hoofd. Ja, 8,5. 8,6 eigenlijk. Dus hiervoor ben ik 2 stukjes nodig. Van, wat zei ik nou? 8,2. Deze vind ik zo leuk. Nou, pakken we gewoon. En die moet ik wel zo snijden. Hij was 8,6. Dus ik ga hem nu snijden op 8,1. Bij 14,5 of 14,6. En dan plak ik deze aan deze kant. Zo, die doen we daar. Nou, dan heb ik hier die leuke postzegeltjes. Daar snij ik nu mooi even een stukje van. 1,6, 1,5, wat je zelf mooi vindt. Bij 14,5 of 14,6. Kijk, en die plak ik dan aan die kant ertussen. Die gooi ik er aan die kant tussen. Zou het zijn, hè? Als we het zo op konden gooien. Dat is 1. Dan heb ik hier nog een strookje. Nou, even kijken wat we daar nog hebben. De achterkant, nee, dat is meer te blauw. Dat vind ik dan niet zo mooi. Deze doen. De andere kant is... Oh, dat kan ook wel. Ja, snijden we die nog weer af op 1,6. Bij 14,6 of 14,5. Nou, dat was die dus al. En dan plak ik die hier op dat tussenstukje. Zo. Nou, oh, die kant moet nog. Haha. Overal wil ik papier op. Zo. Op de troon er vandoor, dat is niet de bedoeling. Deze moet, denk ik wel, ja, die kan ook wel over zo eigenlijk, toch? Moet dat speciaal zo? Ja, voor het kompas, maar er komt toch nog weer wat overheen. Ik doe mooi over zo. 8,1 bij 14,6. En die gaan we hier plakken. Soms moet je gewoon even gebruik maken van het papier zoals het is. Ik kan nou niet zeggen dat ik dit storend vind. Ik zie niet eens waar Noord, Oost, Zuid staat. Dus kan prima, vind ik. Toch? Kijk, dat is al een... Ja, helemaal goed. Dan willen we er natuurlijk wel meer in hebben... Dus ik ga weer snijden. En dan ga ik snijden een deel van 9. Even spieken. Even spieken. Spieken. 9 dacht ik. Ja, nee. 8,9. Dus net een millimetertje kleiner. Dus 8,9. En dan wordt die 13,5 centimeter. Hoog. Ik laat hem er zo in zitten. En dan ga ik het onderste stukje rillen op 1 centimeter. Dus je rillijn is 9 centimeter. En over zo was die 13,5. Maar omdat we een centimeter gerild hebben, is die nu dus 12,5 hoog. Nou, dan ben ik nog een strook nodig van... 9. En nou moet ik denk ik wel even een stukje nieuw hebben. Die wordt ook weer net geen 9.
En dan past die net iets beter ertussen. Dus een 8,9 bij 11. En ik laat hem liggen, want dan ga ik die ook weer rillen op 1 centimeter. En je rillijn is 9 centimeter. En dan vouwen we hem weer dubbel. En dan is die 10 centimeter hoog. En 9 centimeter breed. Nou, dan pakken we weer designpapier. En nu kan ik hem wel zo doen, denk ik, of zo. Hij hoort zo. Nou, die past erop. Yes. Hij was 8,9 breed. Dus ik ga nu voor 8,5. En hij was hoog 12,5 nu. Te goed, ja, 12,5. Dus dat wordt 12,1. Doen we een heel klein stukje af. Die plakken we daarop. Dan hebben we nog een stukje van... Oh nee, ik moet er nog één hebben voor de achterkant. Er zit ook nog een achterkant aan. Oh ja, ja. Nou, opzij. Die wordt ook weer 8,5 breed. En 12 centimeter hoog. En die komt dan zo aan de achterkant. Maar dan op de kop. Komt dat zo duidelijk. En dan heb ik nog een stukje van 10 centimeter hoog. Nou, ik neem een papiertje voor zoeken. Het zijn allemaal zo leuk. Kijk, nee, die vind ik zonde. Dat heb ik dan ook weer, hè. Dan zie ik papier en denk, nee, die vind ik eigenlijk zonde. Die dan maar, ja, nou, ja. Nou, oké, we gaan voor deze. Hij was 8,9. Dus hij wordt nou 8,5 weer. En hij was hoog 10. Ja. 10, dus dat wordt 9,6. En dan zijn we er 2 van nodig. En die komen dan op deze. Dat gaan we nu doen. Nou, wat ik al weet is dat we de kleinste, het eerste zien straks. En daar plak ik dan ja, deze op. Vind ik wel leuk met die. Ja, keuzestress. Zoveel papier heb je dan. En dan zie je de voorkant. En dan kijk je naar de achterkant en denk je, oh, dat vind ik ook mooi. Ja, en nu? Nou ja, gelukkig zit er dan alles vaak wel 2 of 3 keer of 4 keer in. Ligt er een beetje aan van wie het papier is. Maar dan kan je nog beide kanten gebruiken. Dit is de onderkant waar het plakstrookje zit. Dan kieper ik hem om. En dan kan ik er weer een stukje op plakken. En dat plak ik dan met de goede kant nu naar boven. Nee, oh, hier zit geen goede of fout kant aan in dit papier. Dus dat is helemaal makkelijk. Dan doen we deze ook. De onderste is de plaklijn. Dan hebben we een designpapiertje. Even denken welke ik ga kiezen voor de voorkant. Ik denk deze. Bij deze had ik deze al. Nee, toch die blauwe. Ik vind dat toch wel een mooie. Die doen we op de voorkant van dit kaartje. Nou, en dan heb ik hem ook weer met die plakstrook naar beneden liggen. Dan kieper ik hem weer om.
En dan ligt de plakstrook boven. En dat is dan ook meteen de bovenkant. Zoals ik het wil zien. Dus de goede kant moet nu ook naar boven. Ja, dat zijn die twee. Nou zag ik alleen nog dat ik dit vergeten ben. Dit tussenstukje hoeft niet, maar dit klepje was 5 centimeter. Nou, dat hebben we hier nog wel op zitten. En ik heb ook misschien ook nog een andere restje. Zo, dat is ook wel leuk. Misschien wat van deze. Of wat van deze. Die is ook wel leuk. Die was 5 centimeter. En dan snij ik daarvoor een design. Oh, hij is te smal. Dat gaat niet. Even kijken wat we nog meer hebben aan stukjes. Die ook niet. Nou, dan gaan we toch maar voor deze. Die wordt dan 8,6. Bij 4,8, 4,9 centimeter. En die komt dan op dit onderste flapje nog. Die plakken we daarop. Die zit natuurlijk ook aan deze kant. Dus daar komt ook een stukje op. En dan pak ik, denk ik... Ik vind dat helemaal niet zo storend dat hij zo zit. Nou, ik doe het gewoon. Want dan plakken we toch weer van alles overheen. Dus dat wordt weer een 8,6 bij een 4,8. Dat vind ik zelf denk ik het mooiste. Dan heb je niet zo'n grote rand. En ik kan nog, zaterdag ben ik trouwens naar een workshop geweest van Antonus van Stamperia. Nou ja, hebben jullie misschien wel gezien. Dat was ook wel heel erg gaaf. Maar dat is toch echt wel weer heel wat anders. Als met een papiertje. Zal ik hier ook nog wat doen? Nee, dat hoeft niet. Ik heb nu nog wel deze, zie ik. Daar gaat nog wel wat op, want dat is juist iets wat best wel in het zicht komt. Hebben we nog een strook? Ja, we hebben nog een strook. Die gaan we snijden op 14,6 of 14,5. Is maar net wat je zelf wil. Bij 1,6, 1,7. En die komt dan daar. Tussen. Dan heb ik beide dezelfde. Nou, op zich kan deze ook doen. Is ook wel leuk, hè? Die lichte. Ja, dat is ook wel leuk. Laten we daar maar eens voor gaan. Ja, dat was echt. Oh, andersom. Dat was echt wel leuk. Veel geleerd. Hele andere dingen gedaan. Lekker kliederen. En nou wilde ik nog wat vertellen en dan weet ik het niet meer. Nou ja, niet belangrijk dus. En ik zit sinds vorige week in het team van Scrabboys. Dus ja, dat is ook wel weer iets dat ik denk van, nou. Maar dat combineer ik gewoon met...
Nou kan ik het allemaal niet zo snel volgen. Jullie kletsen nou in één keer heel veel. Ja, wat hebben we gedaan? Ja, met verf en inkt en spray en papier en kleimallen en weet ik veel wat allemaal. Ik zag ook iets van de heat tool in de tas. Is helemaal goed, Relana. Ik heb er geen haast mee. Ik heb er nog wel wat. Even zien. Nou ben ik een beetje van mijn apropos. Hoe heet dat, hè? Met een mooi woord. Neem ik eerst maar even een slokje. Zo. Het is nog allemaal een beetje droogjes in mijn keel. Nou, dit is de basis. Dan hebben we die twee stukjes kaartjes met designpapier. Dat onderste stukje is dus de plakstrook. Daar ga ik een tapeje op doen of een lijmpje. Oh, dit is wel een hele brede. Ja, ik was helemaal een beetje dat ik dacht van, huh, ik word gevraagd voor de scrap boys. Ja, die had ik even niet aan zien komen. Maar goed, wel super leuk. Krik ik mijn Engels ook nog mooi op. Want het is allemaal in het Engels natuurlijk daar waar je mee communiceert. Maar goed, soms schakel ik even mijn dochter in. Die is daar toch iets technischer in als wat ik ben. Ik ben meer van het huistuin- en keuken-Engels. Ik leg het omslagdingetje even op zijn zijkant. Dus met dat kleine flapje naar links. Ja, ik ga daar ook luis geven. Maar die mogen ook weer met Nederland gelinkt worden. Dus dat komt allemaal goed. Dat kunnen jullie ook zien. En het wordt ook in het Nederlands door mij gegeven. Dus jullie kunnen me dan ook verstaan. Want dat was wel even een dingetje. Ik zei, nou, ik wil prima. Ik wil ook wel een live doen. Maar ik kan geen Engels. Ja, ik kan wel Engels. Ik kan prima Engels verstaan. Maar het praten en het opschrijven, daar heb ik zoiets van, oh jee. Dat, volgens mij gaat dat niet goed. Dus het kan allemaal in het Nederlands. En de dames uit Spanje doen het in Spaans. En dan gaan we er maar voor. Dus dat, binnenkort wel een keer, denk ik. Ik zie het wel. Het is een best groot team, dus dat komt helemaal goed. Even verder. Ik heb dat grootste kaartje. Nou heb ik dit even op zijn zij gelegd. En dat plakstrookje, dat ga ik nou tegen... Ja, moet ik dat nou uitleggen? Even zien. Tegen de buitenkant van de vouwlijn leggen. Dus niet over de vouwlijn, maar er tegenaan, zodat het hele handeltje zo en zo mooi kan vouwen. Oh Chantal, dat komt wel met een link, want dat weet ik ook allemaal nog niet. Maar komt allemaal wel voorbij met een linkje waar je dan op kan klikken, waar je het weer kan zien. Dus komt allemaal goed. Nou, deze die zit erin, die vouw ik naar binnen. Dan heb ik nog een stukje over. En ik heb nog een kaartje over. En als ik mijn werkje nou goed heb gedaan en alles goed heb gemeten en uitgerekend, dan past dit kaartje hier tussen. En dan leg ik hem tegen de andere aan. En dan kan die kant op. En dat harde kaartje kan nog die kant op. Nou, dat is dat. Even zien of we alles bekleed hebben. Ja. Hier zo. Deze wil ik ook even bij. Kijk, dit vond ik wel heel erg gaaf om erbij te gebruiken. Oh, ik word zo droog in mijn keel. Zo, even slokje. En dan vond ik eigenlijk die blauwe ook wel heel leuk, omdat er ook best veel blauw in zit. Dus die pak ik er ook nog even bij. Dat zijn die
negatieven, noem ik het maar even, van Inkwell, heb ik dat goed? 49 in Market, Inkwell is de kleur. Die zijn echt heel erg leuk om hier eventueel bij te gebruiken, dacht ik zo. Want het is nu een soort van fotoalbumpje. Ik zal zo mijn andere laten zien. De basis. Kijk. Even zien, de donkere. Ja, we gaan voor deze. Dus ik knip hem een beetje schuin. Zo af. Even zien. Zo. Ja. Even zo neerleggen. Handig met beter. Leg ik hem er zo schuin op. Ja, dat is wel goed. Even vasthouden op de schuinte wat ik graag wil. En dan knip ik hem hier af. En hier af. En dan mag die daar. Zo schuin. En die plak ik nog niet vast. Want, nou kan ik zeggen, ik doe daar fotootjes achter. Heb ik bij mijn voorbeeld zo wel gedaan. Maar ik heb natuurlijk ook al die elementjes hier liggen. Even kijken. Of eerst een beetje ruimte maken. Zo. Dan gaan we even kijken wat daar voor leuks in zit. Oh, knoopjes. Nou. Dat is helemaal leuk, want ik was nog een knoopje kwijt van mijn vest. Dus, nou, ik kan zo een knoopje weer aan. Bloemetjes. Hier een auto met koffers op dak. Een oude auto. Stapel koffers. Brieven en papier. En hoe noem je dat ook alweer? Een wereldbol. Oh, er zit echt van allerlei leuks in. Foto, ja, vliegtuig. Bloemen, koffers. Nou, ik wil nou iets hebben wat niet zo heel druk is. En dan plak ik daarmee meteen dat lijstje vast. Dus, hoe kan ik dit nou weer uitleggen? Deze. Die schuif ik een beetje in dat frame. Ja, zo heet het. En dan plak ik het frame ook hiermee vast. En een beetje op de buitenkantjes. En dan doen we die zo. Zo. Nou, daar kan je natuurlijk fotootjes in doen. Je kan nog veel meer dingetjes doen. Wat nu de bedoeling is, is om hem eerst zo en zo dicht te doen. Dus eerst die twee flapjes. Dan de rechterkant. Dan de linkerkant. En dan doe je de onderste naar boven dicht. Dat blijft natuurlijk niet dicht zitten, dus ik heb daar een lintje omheen. En later dacht ik eigenlijk dat het nog wel een stoerder idee was om er een juttetouw omheen te doen. Omdat het best wel een stoer boekje is. Kijk, dat is misschien ook wel heel erg leuk om er jutte omheen te doen. Maar dat kan altijd nog. En dan kun je de voorkant mooi decoreren. En de randjes, die ga ik niet met wit doen. Maar die ga ik met donkerblauwe of zwarte. Hoe heet dat ook alweer? Oxide inkt doen. Hè? Kon er even niet op komen. Dus niet met wit.
Maar met donkerblauw. En dan had ik... Oh, ja. Ik geloof dat ik echt... nu ook wel aan het einde ben. Want mijn stem raakt een beetje op. Dus ik wilde eigenlijk deze kleur gebruiken voor de randjes. Maar ik ben vergeten om een... om het stokje te pakken. Misschien wil het hiermee met dat bloemendingetje. Ja, dat wil ik wel. Dus geen wit. Maar een beetje een stoerdere kleur. Dus een beetje blauw. Oh, ik heb hem verkeerd omgevouwen, zie je. Zo. Nou, en dan moet ik straks even een groter toeltje pakken. Maar jullie snappen het wel hoe dat in elkaar zit. Dan maak ik gewoon de randjes een beetje mee op kleur. Maar dit is wel een heel klein toeltje. En dan kunnen we er natuurlijk nog de bloemen op doen. En die kan je hier bovenaan doen of onderaan. Wat je zelf leuk vindt. Ik heb hier een prototype. Die is al wel redelijk beplakt. Met een hele oude lijn nog van Minty. Dat was volgens mij de Apple Season of zoiets. Kijk, die heb ik dus wel voor 70% klaar. Open doen. Eerst die kant open. En die kant open. En dan heb je echt een heel klein albumpje. Oh, daar kan nog iets. Om even je tas te stoppen of weet ik veel wat. Ah, ik zeg, deze is ook nog niet af. Maar goed, het ging allemaal een beetje anders dan gepland, zeg maar. Maar het was gelukt. Even een nachtje slapen en dan komt het allemaal goed. Nou, dit is hem geworden. Het, ik noem het maar het de mini-albumpje. Ik denk, wat moet ik het voor naam geven? Dus dat is het geworden. Ik ben klaar. Ik stop ermee. Ik ga hem nog even pimpen natuurlijk. Maar goed, dat zien jullie dan wel weer als hij klaar is. Even wat fotootjes nog printen. Ik dank jullie weer voor het kijken. Voor de volgende keer. Nou. Hebben we dus denk ik al een idee dat het met rijstpapier en dat soort dingen wordt. Ik ben wel bang dat die uitzending iets langer gaat worden. Maar goed, ik ben nu 2 minuten korter, dus dan doen we hem de volgende keer iets langer. Fijne avond allemaal en tot de volgende keer. Doedeloe!